wie is nou die grootste voorbeeld? Nienke Auw. Huppakee! Chris Joske ben het. Dankjewel, assistent. We ben hier in Snits. Want ik is een geweldig volleyballer. Zij is dat Olaf van der Meulen, Ronald Zootsma, Jan Postuma, Wiesje Doevendans, Ingrid Piersma. En Fiat Erna Brinkman het. Landskampioenschap voor Avero Olympus uit Sneek. Ja, maar vorig team is ik kampioen geworden. Maar Rix van der Wal. Brit Schreurs. En in Koud. Maar ja, Berend, dat wie al je vorig jaar. En prestaties uit het verleden, hij ging garages op de toekomst. Zo is dat. En dus gaan we nu op ziek naar de echte toppers van de toekomst. Zo, dat is een goede opslag. Ja, dat is een service. En dat is een goede klap op het net. Ja, dat is een smash. Waar is hier eigenlijk de assistent? Do. Maar zo zijn misschien de toppen van de toekomst wezen. Ik ben Emma, ik ben 11 jaar en ik kom uit Sneek. En hoe vaak train je dan ook? 3 keer in de week. En wat is al je randjes een keer woen? Gewoon in de competitie heb ik wel eens gewonnen. En ik ben ook een keer Nederlands kampioen geworden met gewoon Meisjes D vorig jaar. En wat zoest dan nog heel graag een keer winnen wonnen? Nou, eigenlijk denk ik nog een keer Nederlands kampioen. En dan gewoon met een ander team. En als ik ouder ben, dat lijkt me wel heel leuk. Kampioen van Nederland? Ja. En wie is nou die grootste voorbeeld? Nienke Auw. Nienke Auw? Ja. Nou, mijn stoosje en wie wij voor de mooie hebben. Nou, ik ben heel benieuwd. Emma, we maken het bekend via een goocheltruc. Let op, daar komt hij weer. Heger, heger, heger. 1, 2, 3. Huppakee! Nienke Auw is 29 jaar, maar volle belangrijker, ze is 1,80 meter. In Nederland had ze alleen nog maar van snitsvolleybald. Doet ze nog maar 16 jaar wie, ziet ze al bij het eerste team. Nienke wordt 2 keer kampioen van Nederland, ze wint de beker en 2 keer de Supercup. Daarna pakt ze gauw het vleentuig om te volleyballen in Zweden, in Duitsland en in Frankrijk. Maar na 4 jaar volleyballen in het buitenland is Nienke nou gelukkig weer verom. En wat denk je? Snits is gelijk weer kampioen van Nederland. Mijn dank aan Nienke. Wanneer ben je begonnen met volleybal? Ik was 9 jaar toen ik begon. En dat was ook bij Feest in Sneek. En hoe lang moet je eigenlijk wezen om te volleyballen? Iedereen kan volleyballen. Lang of klein, maakt niet heel veel uit. Maar het helpt vol. Het is wel handig inderdaad, maar het is geen must. Hoe lang ben je? 1,60. Dus er moet nog wat bij? Ja. Hoe lang ben je eigenlijk, Berend? 1,43. Oh, dat moet zeker nog wat bij. Ze wij komen mij eens bij. Opnemen met je dames. Hoe vaak moet je stuiten? Nou, doe maar heel vaak vooral. Dan winnen wij. Let's go. Hoppakee. Ja, ja. Lekker. Wat wie nou als Liedsfamke die in alle grootste dream? Ja, toch het landskampioenschap. En ik wou graag een keer in het buitenland spelen. Hoe vaak moet ik trainen om net zo goed als jou te worden? Misschien word je wel beter dan mij, maar zo vaak mogelijk. Wij trainen nu 4 avonden in de week. En ik doe zelf nog 1 krachttraining in ieder geval en soms een 2e krachttraining. Je bent natuurlijk Nederlands kampioen geworden, mijn snits. En dat is natuurlijk super knap. Bjurste balen. Allemachtig prachtig. Maar, nou wil Emma ook heel graag Nederlands kampioen worden. Hast u misschien nog een tip voor Emma? Een tip die vierde keer niet wit. Maar natuurlijk wel. Het is vooral heel hard werken en veel plezier maken en genieten met haar teamgenootjes. Ja, maar is er misschien voor jou nog iets best wel beter in willen worden? Ja, wel graag in de service. Gewoon een beetje het plaatsen en zo en misschien wat dieper spelen. Nou, kist haar helpen, Inke. Maar natuurlijk, ja. Oké, let's go. Ja. Ja. Die is toch al heel mooi. Ja, goeie. Vooral goed opletten dat je je buikspier goed aanspant, de hand heel strak houdt en hem kort raakt. Ja. Kijk, dat is zelfs een float. Hij ging een beetje zwabberen. Daar zit veel power achter. Voel je dat? Bevalt het eens wat, Berend? Scout wezen? Ja, ik heb niet alle boeken goed al. En dat is toch niet meer als alleen scouten? Ja, ik presenteer ze nu en dan programma's bij Omroep Friesland voor op de televisie. En dat krijg ze makkelijker scouten? Nou, dan komt nou de grote vraag, denk ik. En heb je te krijgen met het toppen van de toekomst? Absoluut. Nee? Nou, alsjeblieft. Dankjewel. Lokweeske, een nieuwe topper van de toekomst. Hé hey Arjen, wat me opvalt, hè? In Friesland hebben we eigenlijk heel volle talent. En we zien je gewoon terug, jongen. Oké. Okay.